Met een supercomputer kan je alles proberen te berekenen of te simuleren wat je in de werkelijkheid niet kan. Dat betekent in feite dat nieuwe vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden, die kunnen dan beantwoord worden. Wat je eigenlijk ziet met supercomputers ontwikkelen is dat je constant 2-3 jaar voorloopt op wat er in de markt gebeurt. Een supercomputer geeft je in feite meer detail in scenario's voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Bijvoorbeeld het simuleren van plastic in de oceanen. Het werven tropische stromen veranderen onder klimaatverandering. Maar dit is ook in de vloeistofmechanica kijken naar turbulente stroming, hoe transport plaatsvindt. Nieuwe vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden, die kunnen dan beantwoord worden. Je hebt een supercomputer nodig vanwege de omvang van de berekeningen. Dus zulke grote hoeveelheden data die je moet verwerken en waar je berekeningen mee moet doen. Zeg een berekening waarbij je op een supercomputer een maand over doet met een klimaatmodel. Dat zou je met je laptop nog niet in 10 jaar kunnen uitvoeren. SURF is een coöperatie. Onze leden dat zijn onderzoeksinstellingen. En dan heb je het over universiteiten, hbo's, mbo's. Maar ook de UMC's in Nederland. Wat wij doen, dat is de IT-dienstverlening voor al dit soort instellingen leveren. We doen ook aan innovaties. En als een van de resultaten hiervan gaan we ook onze huidige supercomputer vervangen door de nieuwe generatie supercomputer. En dat is dan Snellius. Snel is hij zeker. Hij is 13,4 petaflop in 2023. Dat is dat vergelijkt met het huidige systeem, dat is 1,8 petaflop, dus dat is bijna 10 keer sneller. Als je het vergelijkt met laptops, dan heb je het over ongeveer 100.000 laptops. En dit systeem is samengebouwd met Lenovo. Wat je eigenlijk ziet met supercomputers ontwikkelen is dat je constant 2-3 jaar voorloopt op wat er in de markt gebeurt. Wij moeten dus nauw samenwerken met partijen als Nvidia en met AMD op processorgebied, maar ook op netwerkgebied met leveranciers, om ervoor te zorgen dat onze technologie nauw aansluit op de processoren en de versnellers en accelerators die zij in een periode van 2-3 jaar op de markt gaan brengen. Die dan gebruik kunnen maken van onze waterkoelingtechnologieën en softwaretechnologieën om het energiegebruik te optimaliseren naar de behoeften van de klant. Om zo'n rekenmonster neer te kunnen zetten, spelen een aantal componenten spelen een rol. Je hebt ruimte nodig, floor space noemen ze dat. Energie heb je nodig, je hebt koelingscapaciteit nodig, zowel een klein beetje lucht nog, als met name in dit geval waterkoelingfaciliteiten. Daarvoor zijn wij voor de nieuwe nationale supercomputer bij Interaction Digital Realty terechtgekomen in Amsterdam. In de basis wat wij leveren is wat wij aan al onze andere klanten ook leveren. Het is beschikbaarheid van stroom, koeling, beveiliging en natuurlijk ook connectiviteit. Maar wat die supercomputer extra speciaal maakt is natuurlijk, het is niet voor niks een supercomputer. Het is heel veel rekencapaciteit op een kleine oppervlakte. Dat betekent dus voor ons veel stroom moeten kunnen leveren en dat niet alleen. Het ook als warmte weer goed kunnen afvoeren. Eigenlijk staan we hier in een omgeving, Science Park Amsterdam, waar al van oudsher connectiviteit heel belangrijk is. Want eigenlijk is dit het vertrekpunt geweest van het internet in Europa. Het is het oudste knooppunt, het grootste knooppunt nog steeds ook. Dat is ook mede een eis voor de supercomputer. Het kent vele gebruikers. Dus zo is het eigenlijk ook best een logische stap geweest dat we bij elkaar zijn gekomen en dat de supercomputer uiteindelijk hier is neergezet. Omdat op deze plek heel makkelijk die verbindingen te realiseren zijn. Nou, we zijn hartstikke blij en trots dat we dit uiteindelijk kunnen gaan realiseren. En dat doen we samen met Lenovo en Digital Realty en alle andere leveranciers die daarbij betrokken zijn. En daarmee gaan we proberen om de wetenschap zoveel mogelijk te faciliteren in het doen van een onderzoek. Want dat is waar we het uiteindelijk met z'n allen voor doen. Thank you.
Thank you.